Ja, man, stop. Ik snap het niet, ik snap het niet. Oula, ik schaam me echt. Ik zeg dat heel eerlijk. Hey, ik ben een king, ik ben een king. Ja, stop. Yo mensen, Junior Vertong hier op je beeldscherm en vandaag staan we op Hipzone. We gaan zien hoe alert dat de artiesten zijn deze keer, want het wordt een backstage edition. 90 seconden lang, geen ja, geen nee. Welke artiest gaat met de winst eruit? We gaan het nu meteen zien. Let's go. Stel jezelf even voor. Ik ben Delani. Oké, Delani, hoe oud ben je? Ik ben 22. 22, oké. Delani, geen ja, geen nee, zeg voor 90 seconden. Ga je dat halen? Ik ga dat halen. Mooi. De spelregels gaan nu in. Delani is jouw naam dus. Dat klopt. Mag ik jou een vraag stellen? Tuurlijk. Hoe lang ben jij? Ik ben 1,56. Oh, je bent 1,56. Klopt. Oké, mooi, mooi. Delani, heb jij gestudeerd? Een beetje. Een beetje? Ja. Ja, stop. Oh my days, 14 seconden. Nee, maar ik ging echt goed. Maar mag ik niet doorgaan? Heb ik geen tweede kans? Wil je een tweede kans? Ja, herkans. Herkansing, klopt. Moet ik het geven, bro? Tuurlijk moet je het geven. Ja? Oké, we gaan opnieuw beginnen. De spelregels gaan nu in. Opnieuw, Delani is jouw naam. Klopt. Oké, Delani. Bij welke label zit je? 777. Oh, bij 777? Klopt. Dat is van Frenna, toch? Bij Frenna. Oké, hoe ben je daar terecht gekomen? Optreden. Toen was hij daar en toen was ik ook daar. En toen zei hij, kom bij mijn label. Nee. Echt. Omdat hij een nice vond waarschijnlijk. Goed artiest. Echt waar. Ja? Echt waar. Oké, hoe lang rap je al? Ik denk 5 jaar. Al 5 jaar? Ik denk het wel. En hoe oud was je toen je was begonnen? 16. Oh, op je 16 al? Echt. Op je 16 al, echt. Oké, mooi. Wat doe je nog naast het rappen? Eigenlijk niks. Niet. Rappen, zingen. Zingen, sorry. Ook een beetje rappen. Daarom zei ik rappen dus. Maar daarnaast niks. Daarnaast niks? Eigenlijk niet. Je hebt geen hobby's? Eigenlijk niet. Nee? Eigenlijk niet. Dus naast het zingen en rappen doe je niets? Een beetje mediteren. Mediteren? Dat is gezond. Ja, weet ik. En mag ik een vraag stellen? Tuurlijk. Oké. Wat is jouw laatste studentenjob geweest? Studentenjob? Oh ja, je bent een Nederlander. Ik zal het anders vragen. In jouw jeugd, als je een job hebt, in België noemen ze dat een studentenjob. Oké. Waar heb jij gewerkt? Cool Cat. Bij Cool Cat? Bij de Cool Cat. Oh, bestaat het nog? Is failliet. Cool Cat is failliet, toch? Is failliet. Weet je toevallig welk jaar? Nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Stop. Oh my god, je hebt het net niet gehaald. Oh nee! Oh my god, 1 minuut 28. Hey, deze sessie is relaxed. Ik ben hier nu met... Jong Mavo. Met Jong Smav. Yes, sir. Brada, we gaan het nu regelen. De spelregels gaan nu in. Bro. Ewa. Alles goed. Rustig. Ga je niet vragen hoe het met mij gaat? Alles goed met jou, bro? Ja, man, bro. Uitstekend. Met u ook, hè? Zeker en vast. Oké, lekker, bro. Wat vind jij van deze festival? Heb jij genoten van je optreden? Zeker en vast. Ja? Rustig hier, bro. Oké, mooi. Leuk publiek. Toch wel zo. Ik denk ook wel dat daarnet bij mijn performance was er niet veel volk, maar mijn performance was echt wel een van de betere van de zomer. Oh ja? Toch wel. Dus er was niet zoveel volk? Viel mee uiteindelijk, maar kom beter. Oké, kom beter. Maar ik was vroeg begonnen daarom. Sorry? Ik was vroeg begonnen. Om wat was je begonnen? 1:30 denk ik. Ah, dat was 1:30? Zoiets of misschien 10 minuutjes later, ja. Ja, stop. What? Hey, you see this? Hey, I'm a fucking legend. I'm a fucking legend. Ik sta hier nu met... Sammy. Sammy, kijk. Jij bent sowieso El Patron, dus ik hoef niks te herhalen. Spelregels gaan nu in. Sammy. Hallo. Hallo Sammy, alles goed? Zeker met u? Uitstekend Sammy. Wat is jouw beroep? Ik werk voor Topnotch. Je werkt voor Topnotch? Ik werk voor Topnotch Belgium. Oh, voor Topnotch. Niet NL. Belgium. Oké. Hoe lang werk je al voor Topnotch Belgium? Ondertussen 5 jaar. 5 jaar al? Klopt. Dus Topnotch Belgium bestaat al zo lang? Ik werk al 5 jaar voor Topnotch Belgium. Ik denk dat we 4 jaar bestaan. Ah, dus jij werkt al 5. Wacht, jij werkt 5 jaar voor Topnotch Belgium en Topnotch Belgium bestaat 4 jaar? Ik ben 5 jaar in dienst voor Topnotch. Ah, niet België. Wel voor België. 5 jaar in dienst voor België. Sorry? Begrijp je me niet?
heb je niet begrepen. Dat maakt niet uit, we houden verder. Wie is jouw favoriete artiest, mag ik dat vragen? Van België of Nederland? Beide. Ik heb er heel veel, ik heb geen... Top 3? Van België of Nederland? Ja, van België eerst. Ik moet sowieso zeggen... niet chronologisch. Nee, dat is niet chronologisch. Hè? Sorry, wat? Wat zei je? Wat ben je aan het doen? Er werd iets gevraagd in het publiek. Dus... Werd er daar iets gevraagd? Klopt, ja. Ja, stop. Ja, mijn naam is Kid, bro. Ik rap. Shout-out naar al mijn Nederlandse mensen, bro. Wow, lekker. Ja, toch. De spelregels gaan nu in. Jouw naam is Kid. Soms. Van waar komt de naam Kid? Van mijn moeder. Oh, dus Kid staat ook op je paspoort? Inderdaad. Oké, Kid, hoe oud ben je? Ik ben heel oud. Heel oud? Mogen wij uw leeftijd weten of liever niet? Liever niet. Oké, Kid. Hoe lang rap je al? Al 10 jaar. Oh, 3 jaar? 10 jaar. Oh, 10, sorry. Nice try. Oké. Ja, ik heb je niet goed verstaan. Muziek is laat, toch? Ja. Ja, stop. Nonchalant, hè? Nonchalant doen, hè, broer? Hè? Broer, dat we nonchalant doen. Ai, bro. 27 seconden. Is dat good? Hey, ik zeg je eerlijk, er zijn mensen die het dubbele halen. Damn. Ja, ik heb maar 1 kans, ja. Ja, man, bro. Hey, 1 kans. Maar wacht, heb je nog iets te zeggen tegen de kijkers? Shout-out naar iedereen, man. I was high, so love. Ik weet, mensen die high zijn, zijn sowieso scherper. Dus je moet misschien... Ik dacht van wel, maar ik was even arrogant. Ik ga niet liegen, snap je? Tering. Hey, bro, kijk. Wie weet komen we elkaar in de toekomst nog eens tegen. Ja, dan moet ik herkansing hebben. Ja. Kan je tweede kans gewoon klemmen. Lekker, bro. Dit was het aan dames en heren. We are out. We zien deze man voor de tweede keer. Ik moest hem gunnen. Dus we gaan er meteen aan beginnen. Let's go. Dit is jouw tweede keer. Dit is mijn tweede keer, ja. Ja, stop. Ligt het aan mij? Zijn de spelregels niet duidelijk? 3 seconden. 3 seconden. Ik weet niet. Ik snap het niet. We gaan verder naar de volgende. Ik hou van deze man. Ik zweer het. Kort blaasje als hij. Dankjewel. Innerlijks. Hey, hij heeft zoveel kansen gehad, maar maakt niet uit. Ik gun het hem nog een keer. De spelregels gaan nu in. Freddy Konings, je gaat vandaag... Wacht, het gaat niet om de kansen. Het gaat om de opportuniteit. Om de wat? Opportuniteit. Wat is het synoniem van opportuniteit? Tijd hebben. Wist je dat niet? Ik wist dat. Wist jij dat? Ik wist dat. Oké. Freddy, met wie ga je optreden vandaag? Ik ga vandaag optreden met Ramzy, Milson, Cem. Au. Ook met Ramzy dus? Ook met Ramzy, klopt. Want Ramzy was niet zeker of jij hem ging laten optreden. Niks is zeker in het leven. Nee, inderdaad. Hè. Dus dan ben je ook niet zeker van Cem en zo. Ik ben van niks zeker. Dus je bent ook niet zeker dat je gaat optreden? Ik weet niet of ik ga optreden. Oké, Freddy. Bro, je ziet er fris uit. Altijd. Kijk, ik ga je oudje niet raten, want dat heb ik vorige keer al gedaan. Oké. Maar wat is belangrijk... Kent jij Da Vinci? Of ik Da Vinci ken? Kent jij Da Vinci? Of dat ik Da Vinci ken? Van Gogh, maar waarom draai je om? Je moet kijken in de camera. Hé, hey, broer. Ah nee, dat is Van Gogh. Ah nee, stop. Stop, ah nee. En dit was het dan, dames en heren. Waarom kon je het niet laten bij Messi? Nee, jij moest 2 vragen beantwoorden, bro. Je hebt zoveel... Ik heb door, hè. Hoela, hier in de Belgische scene, iedereen maakt het me altijd moeilijker dan dat is. Hoela, en jij hebt dat nog eens bewezen. Hoela, dat mag niet eens. Hoela, normaal, ik verdien gewoon mekaar. Hé, jawel, dames en heren. We zijn deze keer weer met een special guest. Bro, stel jezelf even voor. Hallo, ik ben Busy. Bekend van televisie, radio en YouTube. Wow. Je kan me ook vinden door de weeks bij de Albert Heijn of Street 1000. Dat zijn Nederlandse supermarkten, want ik doe mijn eigen boodschappen. En daarbij zet ik soms ook gewoon een vuil buiten. Maar zal je me ook af en toe gewoon een stukje zien wandelen door het bos, want ik hou van de natuur. Wauw, hey, een uitgebreide uitleg, Busy. Maar je weet wat we vandaag gaan doen. Niet precies, je moet het wel uitleggen. Oké, ik leg het opnieuw uit. 90 seconden lang geen ja en geen nee zeggen. Ook niet in een andere taal. Oké, dat was mijn eerste vraag. Jip mag ook niet. Uh-huh mag ook niet. Maar jip en uh-huh ook niet? Ja, ook niet. Oké. Easy toch? Aye. Lekker. Laat me de tijd in de gaten houden. De spelregels gaan nu in. Busy. Zo. Alles rustig. Wellicht. Ga je niet vragen hoe het met mij gaat? Wellicht. Bij mij gaat uitstekend, Busy. Top. Wat vond je van je optreden? Master. Master? Wellicht. Oké. Wauw, wellicht.
Ben je hooggeschoold? Absoluut niet. Nee? Niet. Wat heb je gestudeerd in jongere tijden? Niks. Niks? Niks. Je ging niet naar school? Ik ben op mijn 14e gestopt. Op je 14e gestopt? Precies. En dan ben je muziek gaan maken? Niet gelijk. Wat ben je daar gaan doen? Streets. Oh, streets gewoon. Uit, uit. En hoe lang maak je nou muziek? Lang. Al lang? Mijn hele leven, bro. Oh, je hele leven. Maar daarnet vroeg, op je 14, jij zei toen nog niet. Was niet iets wat ik deed voor money. Oh, je deed het gewoon als hobby? Was gewoon een vibe. Oh, gewoon een vibe. Oké, okay, busy. Lekker, lekker. Wat vond je van het publiek? Was ook een vibe. Was ook een vibe, hè? Was een vibe. Hou je van België? Ik hou van België, man. Right, lekker. Wanneer is je volgende show in België? Weet ik niet precies. Oh, je weet niet precies? Ik kijk per dag naar mijn agenda. Wauw. En heb je een drukke agenda? Ik heb een hele drukke agenda. Drukke agenda. Wat staat er morgen op de planning dan? Morgen sta ik in Arnhem. In Arnhem? Nederland. In Nederland, oké. Okay. Dus je gaat nu naar huis. Maar shout-out naar België, man. Shout-out naar België. Big love naar België. Soso lobby België. Ja, toch. En NL ook, toch? Sorry, wat zei je? NL ook, toch? Daar kom ik van. Oké, okay, lekker. En de tijd stopt. Ik weet niet... Ik weet niet hoe deze mannen het doen. Ik weet serieus niet hoe deze mannen het doen. Maar Busy is ook gewoon met de fucking winst naar huis gegaan. University of the streets, people. University of life. Hey, kijk, ik zeg jullie eerlijk. Ik hou er niet van als mensen winnen. Ik wou dat Busy moest verliezen, maar Busy heeft deze ook gehaald. Busy, heb je nog wat te zeggen tegen de kijkers thuis? Ja, ja, nee, nee. Oh, nu wel, nu wel. Hey, was lekker. Esso naar Busy, jullie zien het. Hey, jawel. Soon on top. Je weet wat de spelregels zijn. Ja man, ik ken die man. Ja, man. Right, we gaan nu meteen beginnen. De spelregels gaan nu in. Ja toch? Boom, wat is jouw naam? Mella man. Mella is jouw naam? Klopt. Oké, okay, Mella. Hoe oud ben je? Ik ben 24. Je bent 24, uit, uit 100. Hoe gaat het met jou? Gaat het goed met jou? Hoe het met mij gaat? Ja, ik vind het goed, goed. Was dat een ja? Was dat een ja? Brato, was dat een ja? Eerlijk zijn. Ik heb geen ja gezegd. Ja. Hé, hey, jawel mensen, ik ben hier nu met een special guest. Stel jezelf even voor, bro. Jonah Fraser in the building. Jullie zien het, we zijn er gewoon. Ben je alert met Jonah, special guest? Ik ben benieuwd hoeveel seconden jij gaat behalen. Place a bet on yourself. Hoeveel seconden denk je dat je gaat behalen? Ik denk dat ik wel op een 60, 50 zo. Wauw. Oké, okay, we gaan het nu zien. De spelregels gaan nu in. Jonah Fraser is jouw naam. Klopt. Oké, okay, Jonah, van waar komt de naam Jonah? Een mattie van me had het bedacht, gewoon in de buurt. Oh, een mattie van de buurt? Klopt. Je bent van Belmer? Of ben ik, ik fout? Ik ben van overal, man. Je bent van overal? Ik heb overal gewoond. Oh, oké, okay, lekker, lekker. En wat is jouw volledige naam dan? Jonathan. Jonathan, oké, okay, vandaar komt Jonah dus. Klopt. Oké, okay, lekker, Jonah. Wat vond je van jouw optreden? Ik heb echt genoten. Je hebt echt genoten? Ik hou van België. Ja? Zeker weten. Kom je vaak naar België? Klopt. Ja? Klopt. Oké, okay. Jonah, jouw volgende show in België, weet je al wanneer dat het is? Ik weet het niet zo uit mijn hoofd. Ik moet even nadenken. Maar er staat wel eentje ingepland, toch? Heel snel. Heel snel? Klopt. Deze maand nog? Klopt. Hey shit, Jonah is scherp, man. Jonah, wat zijn je plannen nog voor vandaag? Ik ga de show van Busy kijken. Show van Busy? Chillen met mijn boys en terug naar de buurt. Oh, lekker, lekker. Je gaat niet optreden met Busy? Ik ga niet optreden met Busy. Oké, okay, je blijft gewoon backstage gewoon kijken vanuit daar. Klopt. Oké, okay, lekker. Bro, dit is een bril van Cartier, toch? Klopt. Customized? Deze is niet customized. Nee? Sharana Akkerman. Wauw, big Sharana Akkerman. Shit. Hey, dames en heren, kijk. Jonah, jouw patas, welke merk is dat? Arigato, Sharana One. Wauw, hey. Klaar. Jonah heeft deze gewoon geklaard. Stop de tijd. Fucking hell, Jonah heeft dit gewoon geklaard. Bro, je bent een van de weinigen. Heb je nog iets te zeggen tegen de kijkers thuis? België, thanks for having me again and again and again. Jullie fokken met ons, wij fokken met jullie. En shout-out naar deze man, dat je een interview met mij hebt gevraagd. En liefde naar jullie allemaal. Jullie zien het. We zijn weer open, man. We gaan weer rocken. Jongens, ik ben Delani en voor alle Belgen, volg mij, stream mij. Delani LB. Wat moeten ze sturen? Wat moeten ze wat? Wat moeten ze sturen? Want je zei stuur mij. Sturen? Nee, stream mij. Oh, stream mij. Ja, luister mijn liedjes. Jullie moeten allemaal mijn liedjes luisteren. Oké, okay, jullie horen het. Esso naar Delani, thanks voor het deelname. Jullie ook bedankt. Kijk,
Ga mijn shit streamen. Blijf Vertongen checken. Of allee, jullie zijn gewoon lekker anders, snap je? Heerlijk. Als jullie een Mavo niet checken en hem niet checken, snap... wat doen jullie dan? Allee, jullie zo'n. Nee, dus, allee. Word wakker. Hé, wakker worden, ja? Of niet? Wakker worden, ja? Wacht, ik ga het even duidelijker zeggen. Hé, wakker worden jullie, oké?